kijkers, van ben gewoon Mike en vandaag zijn we in ieder geval terug bij een nieuwe Minecraft Survival aflevering, aflevering 16. En vandaag gaan we weer terug naar de Book of Fame, naar ons eigen vertrouwde boekje, die we in aflevering 15 eigenlijk hebben laten zien pas. Als je niet weet wat de Book of Fame is, kijk dan even een aflevering terug, daar leg ik het goed uit. En als je deze aflevering ook nog niet gezien hebt, kijk dan ook even een aflevering terug. In ieder geval, we gaan in ieder geval beginnen met de Book of Fame. In ieder geval, ik heb een reactie eruit gepakt, ik heb heel veel reacties gehad, wat ik eigenlijk niet had verwacht. Ik heb 18 likes, niet dat likes me heel veel boeien, maar ik heb echt heel veel reacties gehad, wat ik heel tof vind. Want ik dacht eigenlijk dat deze serie gewoon dood was. Maar dat is hij dus blijkbaar niet. In ieder geval, ik heb er iemand ingeschreven en dat is Adam Yassin. Alleen, ik moet eventjes dit erin zetten. Yassin Power. Waarom zet ik Yassin Power erin? Nou, Yassin Power is een hele trouwe kijker van mij, die ken ik al best wel heel erg lang. Ook een van de eerste die bij mij op Skype zat. En dat soort dingen. Yassin vindt het zelf heel tof volgens mij bij mij te skypen. Niet dat ik heel vaak met hem geskypen, volgens mij 2 of 1 keer heb ik hem serieus met hem gepraat. Maar waarom hem? Yassin had een hele leuke reactie geschreven. En die gaat over de video van gisteren. Nee, niet van gisteren. De video van video 15. Als je die video niet hebt gezien, kijk die video dan even. En daar stond ik best wel, bij die reactie stond ik best wel stil, want het ging een beetje over hem, over mij, een beetje over het onderwerp waar ik het over had, laat ik het zo zeggen. Maar in ieder geval, als je hem niet gezien hebt, kijk de aflevering even terug voor de meerdere informatie. In ieder geval, wat we deze aflevering gaan doen, vandaag gaan wij aan de mine werken. Inderdaad, wij gaan daar, de mine, gaan we heel wat moois van maken, want dit ziet er niet uit. Kom op, 5 kisten, 5 kisten, het zijn er eigenlijk meer, maar oké, het zijn er 9. I don't give a shit. Een furnace, een bed en een crafting table. En dan denk je ook zo van bij jezelf van, ja, wat moet ik ermee? In ieder geval, we gaan dus er daar wat moois van maken. Dus we gaan eerst even dat pad erheen bouwen. Wat we in de vorige aflevering hebben gedaan is heel veel steentjes gehaald. Waardoor we heel veel shit kunnen neerzetten. Dus dat is sowieso wel mooi. Ik zat eerst te twijfelen waar ik precies dat ding wil bouwen. Is ik te twijfelen, zou ik dat ding toch maar daar bouwen? Toen dacht ik, nee, als ik daar iets leuks bouw, weet ik veel wat. Daar kan ik nog wel wat mee. En hier kunnen we niet zo heel veel mee. Weet je, je kan wel een huis bouwen, maar dan komt dat huis weer niet lekker uit met het dak. Dus, weet je, dan maar even op hoogte van zegen vieren. En dan gaan we gewoon eventjes hier dat ding bouwen. Als het goed is, moeten we wel even een schepje bouwen. Dat is wel zo handig. En dan katten we deze boom ook even om. Want die hebben we helemaal niet meer nodig. Tenminste, we hebben je hout wel nodig, boom. Maar we hebben jou even niet nodig op die plek. Gaan we hier met de trap naar beneden? Gaat dat zoals normaal? Nee, dat gaat ook veranderd worden. We gaan in een diepe kuil naar beneden vallen. Dat gaat een stukje sneller. Oké, ik maak gewoon even een stenen schep, want ik heb geen zin om op iron te pakken. Ik ga ook even snel in mijn bed hier slapen. Lijkt me ook wel zo handig. Volgens mij heb ik ook trouwens een bed boven in mijn kamer staan. Maar dit bed kan ook. De laatste keer dat ik op dat bed heb geslapen, denk ik. Maar oké, we zullen zien. Waar zal ik hem bouwen? Ik denk dat hier denk ik het mooiste is. Dat je dan een beetje dat, zeg maar, dat dikke gedeelte hebt. Waardoor je, zeg maar, een beetje de, ja, dat puntje van de berg hebt. Waardoor je gewoon, ja, een beetje er doorheen kan. Lijkt me persoonlijk wel tof hier. Oké, in ieder geval moeten we even wat eten halen, zo te zien. Want we hebben geen eten meer bij ons. Oh, we hebben wel eten bij ons. Oh. Nooit geweten. Laat ik wel trouwens even het graan gaan oogsten dan meteen. Want dan, nu is mijn brood op, dat weet ik nu al. Niet heen rennen natuurlijk, maar gewoon eventjes het graan oogsten. En met dit graan kunnen we natuurlijk weer de koetjes eten geven. En dat lijkt me wel even wat handig, want wij willen later wel van vlees leven en dat soort dingen. Eigenlijk wil ik liefst van potatoes leven, maar ja, dat hebben we nog even niet. Dus we moeten het hier maar even mee doen. Nee, de valk haalt al het graan weg. Van sommigen zeggen van ja, je moet het dus met een hoe weghalen, zeg maar. Dus met zo'n planten kut ding gebeuren. Ik haal shovel en hoe altijd door elkaar heen, dus dat planten ding. In ieder geval, daarmee haal je het weg. Nee, daarmee plant je normaal, zeg maar, die zaden. Maar zeg, als je daarmee iets graan mee weghakt, dat je dan meer, hoe heet het, krijgt. Heel veel zeggen dat dat bullshit is. En heel veel zeggen dat het waar is. Maar wat het nou precies is, weet ik niet. Dus ik hak het gewoon met de hand. En dan kijk vanzelf wel een keertje. Nou, in ieder geval, je tool gaat er niet kapot van. Dus dat sowieso niet. Het is niet zonde of zo, weet je wel. Nou oké, dan hebben we nu 6 koeien. Dat is wel even iets beter. Ik hoef geen koe te killen, omdat ik de vorige keer moest wel doen. Vanwege dat ik die Book of Fame nodig had. Gelukkig kreeg ik in 1 keer een leerdrop en niet na een paar keer pas dat je eenmaal die drop krijgt. Nee, ik kreeg hem gelukkig in 1 keer, want dan heb ik niet de hele tijd allemaal koeien dood hebben lopen maken. Dus dat was sowieso even fijn. Terwijl we hakken dit even weg en vervolgens gaan we even kijken hoe we een beetje de buitenkant van de mine kunnen maken. Vervolgens gaan we de binnenkant maken natuurlijk. Waarom ik de mine zo belangrijk vind is aan de ene kant ook gewoon omdat ik heel wat resources nodig heb qua, als je denkt aan iron, gold, diamond, emerald, van alles.
En dat lijkt me wel zo handig als we dat dan ook gewoon een beetje een mooi mindje hebben. Waardoor we ook gewoon een beetje van, oké, ik wil nu minen, want ik vind het een vette toffe mine, weet je wel. Dat zal chill zijn. Niet dat het heel veel uitmaakt of zo, maar ik vind het toch wel. Het ziet zo lelijk uit, weet je. Het volgende ding wat we sowieso moeten doen is de kistenkamer. Heel veel zijn er nog een opdrachtbord kan je nog maken. Maar ja, dat vind ik ook wel zo standaard. Maar ja, de Book of Fame is ook wel een standaard. Al moet ik het eigenlijk niet eens de Book of Fame noemen. Want voor mij is het gewoon BGM Fameboekje. Weet je wel? Voor mij is het gewoon het BGM Fameboekje. Zo kan ik het ook noemen. Maar ja, dat zien we dan wel weer. In ieder geval, we moeten even kijken of we een pickaxe hebben. Maar die is ook, denk ik, kapot gegaan in de vorige aflevering. Dus ja, dan hebben we wel weer even een pickaxe nodig. Hier is iron. Huppakee. Laat ik ook even de iron in de furnace gooien. Hier zo. Dan kan die ook weer even verder zijn werk doen. Pakken we even wat hout erbij. En dan hebben we weer een nieuwe pickaxe. In ieder geval, we gaan nu even dit weghakken. En dan is denk ik dit wel goed. Laat ik die kisten trouwens ook maar even gaan verplaatsen. Laat ik maar gewoon eventjes van het hout wat ik nu bij me heb. Gewoon eventjes dit. Gewoon even twee kisten maken. Zet ik die twee kisten even daar neer. Nou, dan hak ik deze twee even om. Maakt even niet uit. Ik pak de drops toch wel op. Als ik de drops niet oppak, nou, dan pleur ik ze er weer in. Dus dan kijken we even. Core, redstone. Book of Fame'tje. Hout, 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 hout. Nog meer hout, nog meer hout. Lapis, cool. Gewoon even al het hout en zo moet gewoon even weg. Dat hebben we allemaal niet nodig. Dus, oké. Dan hebben we wel weer vier chests erbij. Dat is dan wel weer even mooi. Maken we hier wel eventjes, zetten we even onze chest neer. Daar ligt nog wat redstone, wat we natuurlijk beter niet kunnen verliezen. En dan klopt het als het goed is. Nou, in ieder geval, dan maar even zo. Kan dat bedorven vlees hier ergens bij? Ja, dat kan daar. In ieder geval, dan is dit, zeg maar, zo grotendeel een beetje, nou, niet klaar. Trouwens, dit moet ook weg. Zit ik nu weer te denken. Ja, hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we dat doen? Dat is ook mij een beetje de vraag, beste kijker. Maar in ieder geval, we hebben wel wat hout nodig. Dus dat kunnen we wel even mooi pakken uit die onderste chest. Kijk, ik ken alle chests behalve de onderste. Die natuurlijk als laatste. Wat luist niet zo verstandig is. Dan gaan we zo omhoog. En ik denk dat een bepaalde het van jullie nog wel kennen. En dan bouwde ik het zo. Bouwde ik het. En dan moet hij hier uitkomen. In principe kan het blijven staan. Maar eigenlijk moet het wel weg. Maar laat ik maar gewoon even wachten op die furnace. Zeg maar dat die furnace klaar is. En dan kan ik daaruit gewoon ook even verder werken. Zo. Dan eventjes. En dan zo. Nou, oké, die staat. Dan vind ik dit persoonlijk al een stukje beter uitzien. Zeg maar qua buitenkant. Alleen ja, dit staat in de weg natuurlijk. Vandaar dat het er niet heel mooi uitziet. Wat we nu doen is we gaan eventjes een beetje de diepte in. Zeg maar. We gaan een beetje op deze hoogte gaan we een beetje de diepte in. En vanaf daar gaan wij. Of wat misschien wel mooi is, om gewoon één trede omlaag te gaan. En vervolgens. Ja, dat is wel mooi. Ik ga dat gewoon proberen. Ik heb dat nog nooit gedaan. Ik ga gewoon één tredetje omlaag. En er zeg maar een soort van kuiltje van maken. Vervolgens daaruit een diepe kuil. En als je doorloopt bij die kuil, dan heb je dan weer een bepaalde opening dat je hier die rots in kan. Weet ik veel. Dat zien we dan wel weer. Daar verzinnen we wel wat op. In ieder geval, we halen nu even de gravel weg. Wat best wel schijtvervelend is. Maar dat heb je dan maar in Minecraft. Ach ja. Volgens mij gebruikt bijna niemand flint en steel. Want je hebt echt. Flint heb je echt bijna nergens voor nodig. Voor pijlen heb je het nodig. Maar meestal heb je oneindigheid op je boog. En heb je wel één pijl van een drop. Van een skeleton. Dus dat heb je dan sowieso ook niet meer nodig. En flint, ja, de nether. Dat is volgens mij is het enige waar je flint een beetje voor nodig hebt. Voor de rest wel bijna nergens voor. Ach ja. Ze mogen sowieso wel flint een beetje wat. Ja, hoe noem je dat? Een beetje wat duurder maken. Dat is zeg maar wat een beetje wat waard is. Net als Emerald, dat is echt geen flikker waard. Het is echt alleen dat villagers willen het hebben. Maar voor de rest is het eigenlijk niks waard. Lapis is gelukkig wat meer waard geworden vanwege die magische tafel, zeg maar. Is wat met Lapis gedaan. Dat was wel een verbetering, vond ik zelf. En ja, dat hebben ze dan wel chill gedaan, vind ik, zeg maar. Ik gebruik het niet, maar nu is Lapis even iets meer waard, zeg maar. Want Emerald en Lapis vind je niet heel snel. Het schijnt zelfs zo te zijn dat lapis even zeldzaam is als emerald, als diamond. Niet dat één lapis gelijk staat aan diamond, maar het vinden van de resource. Zelfs pumpkin gaat gelijk met diamond qua resources vinden. Maar als je eenmaal pumpkin hebt, is het geen reet meer waard. Maar qua zoeken wel. Dus in ieder geval als je het niet hebt, dan is het op zich best wel wat waard. Maar eigenlijk heb je ook niet zo heel veel aan pumpkins. Dat is ook wel jammer. Maar aan diamonds heb je wel heel wat, want daar kan je weer hele goede tools van maken. Magische tafel, diamond blokken. Dat kan je trouwens ook van lapis en emerald. Maar ze kunnen bijvoorbeeld best wel tools maken van emerald en dat soort dingen. En lapis. En dat het dan even sterk is als gold. Maar gewoon het idee dat het er mooi uitziet. Zeg maar gewoon een mooi. Je hebt altijd van die voorwerplijsten. En als je daar gewoon iets moois mee kan doen. Dat zal wel vet zijn.
Ik hak het trouwens even heel klein beetje uit. Niet te veel. Eerst even een beetje dat het een beetje nog een beetje diepte heeft. En dat ik een beetje kan kijken, oké, hoe ver kan ik bouwen? Want ik wil ook niet te ver gaan. Ik wil het ook niet hier te groot hebben. Het is een klein kuiltje, niet een hele grote kuil. Dat ik gewoon de weg er niet eens meer in terug kan vinden. Dat ik gewoon de overkant niet eens kan zien. Dat zal helemaal kut zijn. Zou je trouwens wel groot uitgehakt hebben, maar zullen denken wel, oh, je pickaxe een beetje naar de malle moeder zijn. In ieder geval wel het grootste deel denk ik wel uitgehakt, lijkt mij. Volgens mij wel. Volgens mij is grotendeel er nu al uit. Ik weet niet hoe diep ik het wil. Ja, de diepte weet ik wel. Oké, de diepte is hier. En als het goed is, moet ik dan hier traders ergens hebben. Kijk, dat bedoel ik. Hier zijn traders. En hier is dat niet. En dan plaatsen we het even daar neer. En dan zie ik nu al dat we gewoon veel meer de linkerkant en de rechterkant nog in moeten. Wat mijn idee is. Is hier zijn twee. Dan gaan we het ook gewoon mooi. Oké, zo. We gaan het zo doen. Zo. Ik weet niet of jullie nu al een beetje een ideetje hebben wat ik probeer. Maar wat ik eigenlijk probeer is zeg maar dat hier dan gewoon een vloer ligt. En dacht ik, als je dit een beetje opvult. Dat denk ik tenminste. Volgens mij ziet dat er dan wel een beetje tof uit. Ik vind dit tenminste een beetje wat mooier uitzien dan we het eerst hadden. Kijk, dit vind ik er persoonlijk wel grappig uitzien. Als je het een beetje verlicht en een beetje mooier maakt. Dan vind ik dit wel wat hebben. Dat je gewoon één treetje naar beneden gaat. En dan heb je hier al die gebeuren, weet ik veel wat. Alles wat jij wil. Nou, ik vind dit wel wat hebben. Ik ga het zo laten. Alleen ik moet wel wat meer de linkerkant in, zo te zien. Of, nee, rechterkant. Als je die kant kijkt, is de rechterkant. Als je die kant kijkt, is de linkerkant. Blijft een raadsel altijd. Het zou mooi zijn geweest als daar gewoon een bepaalde theorie voor zou zijn. Maar ja, dat is jammer genoeg niet. Wat ik al dacht, en wat ook zo is. Is dat we niet te veel de linkerkant in kunnen vanwege dat we anders te veel naar buiten gaan. Dat is ook wel jammer. Dit is ook wel een van de redenen waarom het puntje niet heel handig was. Maar ja, dat heb je dan maar even. Wakker dit even trouwens uit. En dan hopelijk past het een beetje. En dan kunnen we voor de volgende aflevering kunnen we echt de diepte in gaan qua die kuil. Dan gaan we echt zo hier de diepte in. En laat ik nu gewoon een beetje de buitenkant doen. Zodat het er gewoon een beetje tof van binnen nog uitziet. En dan kunnen we een andere keer inderdaad, kunnen we gewoon zeg maar helemaal naar binnen minen. En dan kunnen we vanaf daar weer verder doen. Ik ga zo meteen trouwens ook even toortjes pakken, want ik zie dat er een heel klein beetje te weinig aan licht is hier. Het is niet echt handig dit. Dit kool ook even wegnemen. Ik hoef het kool niet allemaal te hebben, maar gewoon een gedeelte van de ores zijn fijn. Hakken we dit even weg. En hakken we dit even. Zo. En dan moeten we er daar twee. En dan moet je de bocht om. Oké, dan klopt het. Dan klopt mijn theorie nog. Dus hier. Hier dan wel weer zo. En dan hier weer zo. Oké. Nou klopt dit. Moet ik alleen even kijken wat ik kuil ga maken. Dus dan ga ik de kuil. Als ik het daar twee doe, dan is het wel mooi als ik het hier ook gewoon op twee laat. Dus dan doe ik het zo. En dan zou ik als het ware zou ik er eentje dieper moeten. En dan zou ik daar de treden weer moeten plaatsen. En dan klopt het. Dan klopt het voor mijn gevoel. Dan moet ik natuurlijk wel nog even het plafond doen. Want het plafond ziet er nu ook niet uit. Maar dat komt wel. Dat komt zeker wel goed. Oké. Laat ik na deze muur eventjes wat treders erbij pakken. En dan even wat licht. En kijken hoe het er dan uitziet op dat ogenblik. Oké, laat ik dat even pakken. Ik zie dat het ook weer donker wordt. Laat ik ook even nu gaan pitten. Komen we in ieder geval. We gaan toch een stuk verder. Het gaat in ieder geval een stuk beter nu met minen. Kijk, als je nu naar kijkt, heb je wel nog steeds een kut indruk. Laat maar zitten. Laat maar zitten. Kut indruk. Het ziet er nog steeds niet uit, maar het komt ook gewoon omdat het donker is nu. Ik ben even zo. Heb ik toortjes? Heb ik ergens toortjes? Toortjes. Toortjes. Volgens mij helemaal niet. Dan maak ik wel even. Oké, hup. Ik heb gelukkig nog kool bij me. Dus dat is al mooi. Jammer genoeg hou ik dan wel één stikje over. Maar ja, dat is dan maar even zo. Dan plaats ik hem. Eigenlijk zou ik hem hier plaatsen, maar dan plaats ik hem voor nu wel even hier. Normaal zou ik hem dan daar plaatsen, maar oké. Dat moet dan maar eventjes zo. Dan doe ik maar eventjes zo. Pum, 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 pum. Deze moet er weg. Jammer genoeg. Gaat er wel een beetje jammer uitzien, maar ja, dat is dan maar zo. Wat we nog wel even kunnen doen is gewoon dirt overheen plaatsen. Net of de muur gewoon heel dik is, een of andere manier. Ik zou het ook niet weten hoe, maar dat is dan maar even zo. Zo. Oké. Nou, we hoeven trouwens hier toch niet achter. Dus op zich maakt het niet heel veel uit. Volgens mij moet deze nog eentje hoger zelfs.
Op zich ziet het er nog best wel legit uit, moet ik eerlijk toegeven. Op zich lijkt dit nog aardig legit. En met legit bedoel ik van realistisch, zeg maar. Eigenlijk, legit is wat anders. Oké. Volgens mij kan dit wel. Toch? Oké, wacht even. Ik moet even kijken hoe hoog ik moet. Dat is een beetje mijn punt nu. Hoe hoog wil ik gaan? Hoe hoog wil je, Mike? Hoe hoog wil je het? Nou, dat zal ik jou eens vertellen. Dat weet ik even niet. Oké, daar. Echt de falendste traders die staan er ook. Hoe krijg ik het voor elkaar om zulke traders te plaatsen? Werkelijk. Die snap ik, maar.